Ik ben Jeroen. En ik ben Niels van Survivor & Coaches. Yes, welkom alweer bij aflevering 3 van Een Potje Klimmen Bij. En vandaag gaan we een potje klimmen bij... U-Base. U-Base in Den Bosch. Super. Check it out. Dus daar zijn we, U-Base. Ja, klopt, ja. Ik film, dus jij bent een pakezel. Ja, dat ziet men. Serieus, een klein beetje film maken, dat gaat niet altijd over roosjes. Je moet veel spul meenemen. We hebben er zin in, man. En het ziet er leuk uit. Dus misschien een leuk feitje, Captured by Tim is vandaag ook aanwezig. Van de vette foto's. Wat ik wel jammer vind, ik had eigenlijk verwacht dat ze hier maximaal snollebolletjes draaiden. Ik ben natuurlijk snollebolletjes fan. Het is een beetje jammer dat dat hier niet gebeurt. Ja. Misschien kunnen we al met een flash forward een paar foto's laten zien die Tim vanavond gemaakt heeft. Dat zou vet zijn. Nou, hier komen ze. Oeh. En dan moet ik het er maar in editen, hè? Jij moet er maar in gooien. Kijk, daar komt de baas aan. De baas aan, zegt hij. Ja. Mooi, hoe is het, jongen? Ja, goed. Ja? Ja, Max. Ah, gaat je gangetje. We moeten nu eindelijk aan de bak, want anders dan, wordt helemaal niks. We lopen mooi met de groep mee. Ben benieuwd. Ja. Jouw inspanning die... En reden met een even geboortedag, die gaat? Zwemmen! Ja! Ik ben 48-jarig, dus eigenlijk moet ik nu zwemmen. Maar we hebben geen droge kleren mee. Ik voel me toch een beetje Sjaak. Ja, we zijn niet door het water geweest, dus we mogen 3 minuten straftijd liggen, denk ik. Thans, zou ik wel doen als trainer. Zeg trainen? Ja. Volgens mij was er net iemand te laat. Wat doen jullie ermee? Daar hebben wij daar nog een behandeling voor. Na het rekken. Ben benieuwd. Als ze weer rustig beginnen tot rust te komen en denken, het waait over. En we hadden nog wel even een momentje met ze. Kom, ga lekker door. We zijn een lusje aan het doen om de achterstop te halen. Dat is mooi. Dat vind ik sportief. Samen uit, samen thuis, hè? Fit, doe het ervan. Ja, top, man. Gewoon deze locatie om hier warm in te kunnen doen. Qua de trainer wacht. Helaas. Hoppa, en terecht. Deze warming-up door dit natuurgebied is super vet. Maar het is meteen wel heel veel hardlopen. Laat even weten in de comments. Denken jullie dat het handig is om elke training te doen? Als je wil lopen, die kant op. En anders daarheen. Kort een lusje. Yes? Dus wat gaan we doen, boys? Gaan we doen? Die kant op. Oké, goed zo. Ik wil de antwoord op de vraag. Dat zou leuk zijn. Ja? Waarom is zoveel lopen? Je moet niet vergeten dat het een survival run is. Dus er moet een soort van basis in liggen. Maar bij lopen, gewoon als warming up, dat moet er gewoon in. Tenminste, dat vinden wij. Moet het altijd veel zijn? Nee, dat hoeft absoluut niet. Wat we nou hebben gedaan is lekker een rondje van 3 kilometer gepakt. Waarbij we ook een lekker stukje hebben gezwommen. En dat is iets wat bij U-Base echt kenmerkend is. Dus we houden wel van kilometers maken, omdat we een hoop LSR-lopers hebben gehad in het verleden. Maar ja, nou heeft een KSR het voor te zeggen, dus wordt gewoon lekker gas op die 3 kilometer. Je hebt nu een klein rondje warm gelopen. Ja. Ben je nu al moe? Nee. Nu begint het pas. Oké, je gaat tegenover de rechtvoet staan met een bal of een zandzak. Wij kunnen ook helpen. Je krijgt echt training, dus er is over nagedacht sowieso op lange termijn naar welke wedstrijd je toe werkt. En ook in de training zelf qua opbouw. En er zit ook genoeg variatie in iedere week. Moet er elke training een krachtblokje in trekken? Nee, het is afhankelijk van de periode. Soms kan het ook looptraining zijn. En die laat komen dan? Pak we dadelijk niet. Oh, dit komt straks. Rustig aan, jongen. Rustig aan. Ik verlies licht, joh, dus ik word wel een open. Oh, dat is het. Ja. Alles met de film, heel goed. Wil je alsjeblieft nog een keer komen? Want dit heeft echt een heel positief effect op onze leden. Dat ze even goed doortrainen. Wat als die andere clubs die misschien niet al die kennis in huis hebben qua periodisering en zo? Kijk, sowieso vanuit de bond wordt er natuurlijk survival training en zo maar zeggen, die basiscursus zijn weggegeven. Dat is zeker goed. Kijk ook wat je in je club hebt zitten. Wij hebben hier 2 fysiotherapeuten, een osteopaat en een voedingsdeskundige rondlopen, zelf dan personal trainer.
En daar moet je proberen uit te putten. En anders, daar ben ik het meeste voor, deel je kennis uit met andere clubs. Elke club heeft iets wat het uniek maakt om daar te trainen. En train een keer op een andere baan, zodat je ziet hoe zij dingen aanpakken. Daar hoor je echt wijzer van. Daar hoor je echt wijzer van. Oké, heren U-Base Den Bosch gaan met z'n 53 swingovers pakken. De welbekende swingover challenge. Snel mogelijk tijd inzetten. Let's go, gaan we. Opbouwen, einde spieken. Zijn we klaar voor? Ja. Dan gaan we de tijd starten in 3, 2, 1, go! Tijd loopt. De tijd is geworden 2 minuut 38 seconden. Dat is mooi, mooi, mooi. Dames, zijn jullie er klaar voor? Nou, hè? Ja? Dames, U-Base Swingover Challenge. Gaan ze in 3, 2, 1, go! Tijd loopt. Dames, heel goed geklommen. Jullie tijd is 5 minuten 22. Wow! Ja, bro! Nou, kunnen we gaan trainen? Rond het filmpje af. We gaan nu klimmen, we gaan bezig. Er komen straks hele vette beelden, dus die zijn al geweest. Wat een vette club, hé. Ik voel me hier welkom en dat is denk ik heel erg belangrijk. Wat Max misschien ook al een paar keer heeft gezegd. Het is een gezellige club, leuke sfeer en dat proef ik ook echt, Jeroen. Ik vind het echt mooi. Absoluut. Hoe heb jij dat? Ja, ik vind het ook echt tof wat je zegt. Die gezelligheid die voel je. En wat ik ook echt heel tof vind, is dat er echt nagedacht wordt over die trainingen. En dat hebben jullie in het filmpje wel gezien. Ze weten heel goed uit te leggen waarom ze bepaalde dingen doen. En dat is echt goud. Zo Jeroen, dat was hem weer. Super gaaf. Ja man, deze baan is zo vet, zoveel variatie. Mooi elkaar afgestemd. Klopt, gaaf om aanwezig te kunnen zijn bij zoveel verschillende banen in Nederland. Absoluut. Ja, voor dit nou tof, gooi even een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dan mis je helemaal niks, want er komen nog veel meer van dit soort afleveringen. Swiper in Bond Nederland, check it out. Later Jeroen. Later. Survivor en coaches, yeah baby. Heb je nog wat moois toe te voegen over de zin van het leven? Pull-ups. Het gaat altijd om pull-ups. Wat een kracht past, daar gaat-ie.